KNMI heeft vanochtend een weeralarm afgegeven. In de loop van de dag werden windstoten van rond de 110 km per uur verwacht. Ook in Harlingen ging het er soms ruig aan toe. De harde wind bracht slechts een paar kleine probleempjes met zich mee. Een paar bruggen die waren afgesloten en de veerboot naar de Schelling die vanochtend stil lag. Maar uiteindelijk viel de schade in Friesland 100% mee.